Met een mes in mijn handen. Ja, met een klein fruitmesje. Ik heb niet zo... Ik had hem gewoon alleen maar vast. Sorry, ik hoop niet dat ik het erger gemaakt heb. Nou, bedankt dat je het voor Demi hebt opgenomen in ieder geval. Ja, ik reageerde zo heftig. Ik schrok van mezelf. Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan. En Saskia ook. Misschien wel heftiger. Geweld is natuurlijk nooit goed, maar als ze aan je kinderen komen... Ja. Is het instinct van een ouder. En van een bezorgde buurvrouw. Lijkbaar. Trouwens, Saskia weet hier helemaal niets van, hè? Dat wilde Demi zelf zo, dus ik houd even bij haar weg. Ja, nee, tuurlijk. Ik hou mijn mond. Oké, bedankt. Alsjeblieft.